Par enfin, compère, hoezeer nu toch een keer? Rustig, voorzitter, een beetje geduld. Ja, maar ik sta hier al 2 minuten, hè, papal. Hey, ho! Ik ben uw getoeterbeumakker. Het is de politie die hier de boel ophoudt. De politie? Ja! Die steek ik allemaal in mijn zak. Ze krijgen gratis boba. Kom, opzij. We zijn gepresseerd. Hey, pas op! Hey, waar gaat dat hier zo naartoe? U ziet toch wel dat ik het verkeer aan het regelen ben? Oh, wel, Berg. Oh, meneer Boma. Ja, het spijt me, maar ik mag u niet doorlaten. Er is een officiële escortenopkomst. Primo, wij moeten naar een vergadering met de kampioenen, hè, Copain. Dat is belangrijk, hè? Ja. Kom, laat ons passeren, hè? Ja. En ik laat morgen een kilootje worsten bezorgen op het bureau. Maar... Merci, Albert. Allee, en ik maak er 2 kilo van. Hè. Ja, maar... Oh, tevoren, ja, maar... De president, ik hoop dat er niemand gewond is. Idiota! Slinger dat individu op de banalberg. Stupido! Moeten we ons daar zo over opwinden? Over een accident? Wat moet ik nu doen, meneer Boma? Dit kost me maar een bal. Cojones! Helmen gaat mij slaan. Oh. Kalm blijven, gij. Geef hem mijn papal. Wacht. Heren. Pedro, genoeg. President, hè. Laat mijn goede vriend Balthazar Boma onmiddellijk los. Si, senor, president. Mijn gedicht. Mijn bovenste beste vriend, Balthazar Boma. Kennen wij elkaar? Ik heb die man gisteren op televisie gezien, voorzitter. Hij is de president van Pampanero. Hij is op staatsbezoek. Si. Gij weet veel, hè, papa. Maar hoe kan ik nu de beste vriend zijn van de president van Papero? Ik heb hem nog nooit ontmoet. Enfin, Balthazar. Herkende me niet meer, Copain. En zo, zonder zonnebril. Alors, Ludo Lumbago. Copain. Papa, die president is Ludo Lumbago. Die heeft nog bij mij op de schoolbanken gezeten. De president van Pampanero? We noemden hem Schele Ludo. Ik heb intussen mijn ogen laten opereren, Copain. Sala! Je hebt toch voor loodgieter gestudeerd? Hoe komt het dat je nu president bent? Dat is een lang verhaal. Kom eens de pot pakken in het café van de kampioenen. Het is vlakbij. En wat doen we met dat accident hier, Copain? Dat regelt Pedro wel met de politie. Kom, ik neem jullie mee in de limousine van mijn lijfwachter. En toch had ik voorrang van rechts mee gedacht. Voetbalploeg, Balthazar. Daar sta ik van te kijken. Aha. In Zuid-Amerika zijn wij dol op voetbal. En gedekt. Waar staan jullie in de competitie? Neem een boba-worst bij uw bierkop. Een bierworst? Dat gaat er altijd in. Dat hebben we niet in Pampanero. Eigen fabrikaat, hè? Ja, voorzitter, we zouden in Pampanero tegen de nationale ploeg kunnen spelen. Hè? Ja, tof. Misschien winnen we dan wel. Kijk eens. Wat scheelt er, Lumbago? Die worst is niet helemaal naar mijn smaak, Balthazar. Nee. Kom, hier is iedereen er dol op. Hé, mannen. Ja, voorzitter. Zou een betere worst kunnen maken met vlees van Pampanero, koeien, Balthazar? Wij staan bekend om de uitstekende kwaliteit van ons vlees. Uh-huh. Je zou zelfs je worst in Pampanero kunnen laten fabriceren. Onze arbeiders die zijn tevreden met een minimumloon van 2 euro per uur. Zo. Ik zou hier de helft van mijn personeel kunnen ontslaan. Oh, ja. Maar hoe wordt een loodgieter van hier president in een Zuid-Amerikaans land? Vertel dat eens. Ja, dat willen we wel eens weten. Ik ben al heel jong naar Zuid-Amerika vertrokken.
In Pampanero heb ik mijn eerste loodgietersbedrijf opgericht. En na verloop van tijd had ik er een in elke stad en werd ik een van de rijkste mannen van het land. Ik ging in de politiek en won verkiezingen met de belofte dat ik elk Pampaneronees gezin een eigen toilet zou bezorgen. Oh, amai. Die zijn daar ook rap content. Ja. Ik werd met 112% van de stemmen tot president verkozen. In Europa zou dat niet mogelijk zijn. En heeft nu elk gezin een eigen toilet? Natuurlijk niet. Daar is nog een tweede en een derde ambtstermijn voor nodig. Het is tenslotte een verkiezingsbelofte, hè? Waar gaan we naartoe als we die ook nog gaan uitvoeren? Oh, maar, meneer is een echte politicus, hè? Kom allemaal naar Pampanero. Dan kunnen jullie zien wat een prachtig land het is. Ik nodig de kampioenen uit om een vriendenmatch te spelen tegen onze nationale ploeg. Oh, wauw. Hé, tof. Wij naar Pampanero, copain. Ik stuur over 2 weken een presidentieel vliegtuig om jullie op te halen. En we bespreken tegelijk de mogelijkheden om je worsten in Pampanero te produceren, Balthazar. Salut, copain. Ik ben sprakeloos. Uw vriend, de president, is zo gauw weg, voorzitter. Ja, hij moet toch naar het Europees Parlement, papa. Ja. Ze hebben hem daar subsidies beloofd, ja? Ja, maar ik weet niet of het zo'n goed idee is om op de uitnodiging van die kerel in te gaan. Herinner u die keer dat we naar Sicilië gingen en hoe dat afliep? Of die keer in Schotland. Moet je nu overal iets achter zoeken? Sa, nou. Ja, zeg. Voor 1 keer ben ik het eens met Balthazar. Een reis naar Zuid-Amerika, oh, dat zie ik wel zitten. De president heeft gezegd dat de vrouwen ook welkom zijn. Oh ja, ze dansen daar de cha-cha-cha en de tango. Ik zie me daar al bezig. Ik zeg altijd, als we de vrouwen er een plezier mee doen, moeten we zeker gaan. Een wijs woord, Boris. Bon, dat is dan beslist. Wauw, op vakantie in Pampanero. Bieken en Paulientje die gaan tevreden zijn. Hebben we nu nog niet genoeg gewinkeld, Sjoeke? Ik ben moe. Ik wil een dagschotel gaan drinken. Ik wil goed voorbereid naar Pampanero vertrekken, Xavier. Ik heb nog een grote koffer nodig voor al mijn nieuwe kleedjes, schoenen, hoedjes en accessoires. Jij zou je beter een pakezel aanschaffen. Die heb ik al, sergeantje. Oh. Allee, kom, we gaan naar Fernand. Allee, haast u een beetje. Kom maar zoeken. Ik heb hier vorige week een koffer zien staan die een uitstekend van pas zou komen. Jij koopt ons nog eens arm. Nou, goeiedag, Fernand. Nog goeiedag. Voor jullie misschien. Voor mij zijn er alleen maar slechte dagen, man. Oei, wat scheelt er nu weer? Straks vertrekt iedereen op vakantie naar Pampanero, maar aan Fernand vragen ze nooit of hij wil meegaan. Ik blijf weer eenzaam achter, man. Maar jij bent ook geen lid van de kampioenen, hè? Maar ik ben de beste buur die jullie ooit gehad hebben. Beste buur. En je kunt de kampioenen niet uitstaan. Ik zou zo graag eens op reis gaan. Neem me mee, Xavier. Zeg, we hebben nu geen tijd om naar uw gezag te luisteren, hè? Zeg. Oh, daar! Dat is de reiskoffer die ik op het oog heb. Hoeveel vraag je ervoor? Ja, maar Carmenneke, wat gaat jij allemaal meenemen? Met die koffer kunt je een olifant verhuizen. Xavier, moet u niet. Hoeveel, Fernand? €1000 en geen cent minder. Kijk, deze kajuitkoffer heeft een sentimentele waarde voor mij. Hè. Mijn grootvader is hierin nog naar Amerika gereisd. Als verstekeling. Ja, dat verbaast me niks. De luchtgaatjes zitten er nog in. Verstekeling. Is echt iets voor een kosterman, hè? Verstekeling. Man. Zeg, verkoopt het die koffer nog of wat? €100 en geen cent meer. Ik zal nog maar eens mijn goed hart tonen.
€50, om dat vrees, madame Carmen. Wat? Ja, oh, allez, merci. Oh, dank je. Ik sleep dat ding niet naar huis, hè, Carmen. Ik kom die koffer bij u afleveren. Service van het huis. Oh. Tot ziens, Xavier. Bedankt, madame Carmen. Tot ziens, madame Carmen. Die is ineens zo vriendelijk en eerst vraagt hem €1000. Wat zit daarachter? Nee, Moemba, geen avans, vergeet het maar. Jij doet niks over voor uw oude moemakken, hè? Ja, meneer Boma. Ik kan niet op uw middel passen, Moemba. Ik vertrek met de kampioenen naar Pampa Perro. En ik ga voor 3 weken naar Benidorm uit een taxi wachten om mij naar de luchthaven te brengen. Stop dat mormel in het hondenasiel. Mijn arm Balthazarke in een asiel? Maar jamais. Oh, maar ik heb het wel begrepen. Hè. Voor de ene keer dat u Moemak niets vraagt. Kom, Balthazar, we zijn hier weg. César. En trek uw plan met dat beest. Allee, op het zakje. Verberg u maar in de bezemkast. Vind je niet dat je een beetje hard bent voor uw moeder? Carmen neemt Nero ook mee? Wat bleef? Ze hebben gezegd dat het geen probleem is op het presidentieel vliegtuig. Ik wil die hond van mijn Moemba niet achter mijn gat. Daar. Nog de Mathieu. Rotmobiliaar de miljard! Moemba heeft u beetgenomen, meneer Boma. Zalig! ¿Qué pasa, amigo? Schiet het op met de voorbereidingen. Sí, presidente. Over een week komt de kampioenen. Ik wil dat alles vlekkeloos verloopt. We spelen een match tegen de nationale ploeg en natuurlijk laten we ze winnen. Sí, sí, presidente. Senor Boma zal in de wolken zijn met de overwinning. Ik verwacht dat hij met beide handen het contract zal tekenen voor de productie van zijn worsten. En die worsten, made in Pampanero, zijn hun gewicht in goud waard, compañero. We worden rijk, nog rijker dan wel zijn. Sí, señor presidente. Salud. Salud. Mannen. Rustig, mannen. We zijn op de luchthaven. Aandacht, mannen. Leg die vuvuzelas nu even aan de kant. Wie is er op het idee gekomen om die vuvuzelas mee te brengen, hè, papal? Verdomme, voorzitter. Dat kieken. Leuk, hè, Paulientje? Goh, uw eerste vliegreis. Ja, vlieg jij. Even stil nu, Mark. Mark, hou op. Dankzij de tussenkomst van president Lumbago kunnen wij zonder douaneformaliteiten inschepen. Op dit deel van de luchthaven worden enkel privévliegtuigen toegelaten. Ja, vooruit, redkap volgen. Die brengt u tot bij het toestel. Ja, go, go, go. Oh, dat is ons vliegtuig. Ja? Wat een kanje. Oh nee, we rijden verder. Ze willen ons toch niet met dat oud wrak naar Pampanero laten vliegen? Oh, is dit het presidentieel vliegtuig dat Lumbago ons stuurt? Amai! Oh. Ik heb de indruk dat we dit toestel kennen, voorzitter. Ja, natuurlijk. We zijn ermee naar Afrika gereisd. Ja, Mark heeft gelijk. Het is hetzelfde toestel. Hoe is dat mogelijk? Hola, campeones! Hola! Ah, het is een andere piloot. Ernesto Estupendo y Corazón de Melón. Pilot, welcome on board. Oh, hola.
Niks gebruiken, kop. Hij ruikt naar de drank, voorzitter. Dit is toch wel het presidentieel vliegtuig, kop. Desde luego. Een uitstekende kist. Het Pampaneronese leger kocht daar vorig jaar van koning Mozzarella van Solotto. Ah, zie je wel, ik wist het, hè. Mannen, ik geloof dat we zonder vrees aan boord kunnen gaan. Help de buschauffeur met de bagage. Mijn rug. Hoe vouw je die zware koffer, Johan? Van Carmen natuurlijk. Je zou denken dat ze haar hele uitzet bij heeft. Zeg, hoor ik u nog? Een vrouw mag toch wel wat kleedjes meenemen, hè? Allee, vooruit. Haast u een beetje. Jawel, madame Carmen. Oh. Zeker, madame Carmen. Gooi dat ding hier maar neer. De piloot weet er wel weg mee. Zeg, kan dat niet wat zachter? Man. Zei jij iets? Ik? Nee. Ik dacht dat jij het was. Nee, ik dacht dat jij het was. Amigos campeones. Iedereen aan boord. De verkeerstoren zegt dat we over 10 minuten kunnen vertrekken. Yes! Eindelijk, zeg. Ik hoop dat ze niet de hele tijd op die vuvuzelas blazen. Och, dat is voor de ambiance, Doortje. Spannend, hè, Paulien? Spannend, mama. Wauw! Mag ik meekijken in de cockpit tijdens het opstijgen, amigo? Op rego, natuurlijk, amigo. We gaan van de grond liggen. Asia, adelante! Een slokje rum voor de start en gaat er altijd wel in. Jij ook, amigo? Nee, dank u. Ik drink alleen chocomelk. Oh, dan komt geluid uit die koptelefoon, Ernesto. Oh, luister jij maar even, amigo. Oké. Wat? Qué pasa, amigo? Het is de controletoren. Ze zeggen dat we op de verkeerde piste zitten. Qué? Ze zeggen dat we op de verkeerde piste zitten. We zitten op een landingsbaan, amigo! Hoi, hoi! Vlug optrekken! Wat was dat vreselijk lawaai? Oh, de wind waarschijnlijk. Oh. We zijn in de lucht. Hey, nu heb ik een slok rum nodig, hè. Hombre. Miseria. Geef ze mij ook maar één, amigo. Despacio, amigo. Dat is strafspul, hè. Oh. Amai, dat smaakt helemaal anders dan warme choco. Is bueno, no? We vliegen al boven de oceaan. Ik zeg altijd, zolang we vliegen, vallen we niet. Waar blijft Mark toch? Hij zit al de hele tijd bij de piloot in de cockpit. Hela! Daar is hij, uw Mr. Vuvuzuela. Die Venezuela, die werkt op mijn zenuwen, hè? Vertongen, gij kieken. Hé, hey, Carmen, jij bent een echte zuurpraam. Is dat beter? Zelf eens op de Venezuela spelen. Ambias! Zeg, mislukte asperge. Sorry, Carmen. Jij bent stom dronken. Kom, we gaan er een glas drinken bij de piloot. Het is een zatlap. Zo heb ik u nog nooit gezien. Oei. Hoe zou het met de piloot zijn? Ik zeg altijd, drinken en vliegen gaan niet samen. Want ik zeg altijd... Ja, Maurice. Het is al goed. Hey.
Gaat het, makker? Alles oké? Okay? Hola, compadre. Een slokje? Zeg, ben jij gek? Drinken terwijl je vliegtuig bestuurt. Zelfgestokte rum, compadre. De beste die er is. Paul blijft zo lang weg. Zouden we niet eens gaan kijken, Bieke? Ah, daar is hij. Paul, we waren ongerust. Is alles oké met de piloot? Maak je geen zorgen, Doortje. Hij drinkt af en toe een slokje, maar hij kan er tegen. Het is een Zuid-Amerikaan, hè? Oh. Kijk, hij heeft mij de rest van een fles gegeven. Oh, zelfgestookte rum. Oh, zeg, jij bent ook al boven uw theewater. Ja, ambiance. Ambiance! Als dat hier maar goed afloopt, Bieke. Ik hoop dat de piloot weet wat hij doet. Oh, het is eindelijk stil aan boord. Mark en Paul slapen hun roes uit. Bieke. Normaal dat ik een dolfijn zie voorbij zwemmen? Oei, dat kan niet kloppen, zeg ik altijd. Oh, God. Oh, we vliegen maar een paar meter boven de golven. Maurice. Oh, wat is er met de piloot aan de hand? Oh. Vlieg! Oh. Hé! Hey. Wordt wat er niet die dood? Oh. Straks belanden we in de zee. Huh? Ah! Hombre, hombre, hombre. Miseria, miseria, miseria. Oh, wat een schok, hè. Oh, man. Verstekelijk spelen is alles. Maar wat comfortabel, man. Luister, Zatlap. Ik blijf voor de rest van de vlucht naast u zitten. Je raakt geen druppel meer aan, begrepen? Si, senor. Misschien geraken we dan toch nog heel huids in Pampanero. De laatste uren gaat het gelukkig goed, hè? Het kan nu toch niet ver meer zijn tot Pampanero. Kijk eens, we vliegen boven het regenwoud. Oh. Ik zeg altijd, als we boven land vliegen, kunnen we niet meer in zee storten. Maurice kan het toch altijd zo treffend verwoorden. Zeg, zo kan ik het ook, hè? Oh. Xavier heeft de zaak onder controle. De piloot heeft geen druppel meer aangeraakt. Zeg, de makker. Wat is dat geluid? Santa Virgen! De brandstofmeter staat op nul, compadre. We hebben geen kerosine meer. Wat blieft? Ja, ik had moeten landen op de Azoren om bij te tanken, maar ik ben in slapen gevallen. Disculpe me, compadre. En wat nu? No sé. Ah, we dalen. We zijn waarschijnlijk in de buurt van de luchthaven.
Miseria, miseria, miseria. Ai, ai, ai. Ça y est. Ik kan bij mijn president Lumbago beklagen over die piloot. Dat zegt mij gedacht. Zijn wij al in Pampanero? We leven nog. Een mirakel. Oh, Santa Virgen. En? Zijn de kampioenen veilig aangekomen, amigo? Het toestel is 10 minuten geleden van die radarschermen verdwenen, presidente. Wat? Ze zijn neergestort in die jungle, presidente. Maar waar wacht je op om hulpploegen uit te sturen? Als je hen niet levend terugvindt, dan laat ik je verbannen naar de zoutmijn van Sales de Bagno. Si, presidente. Tonto, imbecil. Zeg, ik had me die reis anders voorgesteld. Zie ons hier nu staan, in een moeras, in de jungle. Er is gelukkig niemand gewond. Niemand gewond? Mijn broek is wel gescheurd, hè, papa? Ik zeg altijd dat ik zo geschrokken ben dat ik niet weet wat ik moet zeggen. Het is allemaal de schuld van die zatlap. Ai, ai. Allee, wat moeten wij nu doen? En over 2 dagen moeten we wel tegen de nationale ploeg spelen, hè, copain? El Capitale is niet ver weg. Hooguit een voettocht van, 2 of 3 dagen door de jungle. 3 dagen? Oh, ik verzet hier geen voet. Bel maar een taxi. De radio heeft helaas de geest gegeven. Het is niet mogelijk om de autoriteiten op te roepen. Gebruik mij de GSM. Die werkt hier niet, voorzitter. Hoe? Als we hier blijven staan, geraken we nergens meer vandaag. Op pad, mijn gedag. Oh, ik laat mijn bagage niet achter. Al mijn koffer, Xavier. Huh? En ik wil eerst een andere broek aantrekken, hè. Zo kan ik toch niet onder de mensen komen. Die bagage komen ze later wel halen. We verliezen tijd. Eerst mijn koffer. Vooruit, Xavier. Nee, allee, hup. Haar koffer. Ze beseft niet hoe zwaar die is, hè, voorzitter. Man, man, man. Man, man, man. Man, 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 miserie, miserie, miserie. Er zit iemand in de koffer van Carmen. Die stem komt mij bekend voor, mijn gedicht. Fernand! Oh, oh, miserie, miserie. Oh, die landing was allesbehalve zacht. Hé, zijn we in Pampanero? Sala! We zouden hem aan de police moeten uitleveren. Hij komt illegaal het land binnen. Misschien doen we dat nog wel. Genade, ik wou alleen maar gratis meereizen. Naar buiten, verstekeling. Carmen zal niet content zijn. Oh, man, man, man. Bij de reiskoffer hier. Gelukkig ben ik op alles voorzien. Waar is mijn koffer? Waar zijn mijn kleren? Hé, hey, Fernand. Fernand. Man, man, man. Fernand, tof. Ai, 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 miseria. Hij zat verstopt in de koffer van Carmen. Zijn mijn kleren dan in België gebleven? Ah, natuurlijk. Anders was er voor mij toch geen plaats. Oh, eerst zeg. Door de schuld van die lelijke duivenmelker heb ik niks om aan te trekken. Ai, kom, hou op. We moeten hier weg. Neem alleen het hoognodige mee. Voedsel en water. Bravo, Paul. Iemand moet hier de leiding nemen. Bon. Mes amis, ik ben er klaar. En avant, mannen. Hé, hey, tof. Wacht, ik heb ook mijn tropenpak bij. Ernesto, jij weet in welke richting we moeten lopen. Hm? Zeg het ons, Ernesto. Ja. Noordwest. Oh. Of zuidoost. Ja, wacht, wacht, wacht. Oh nee, eerder zuidwest. Zo, Ernesto. Oké. Okay. Laten we die richting nemen. Oh, dat belooft.
mij niet vallen, Xavier. Ja, ik kan dit niet lang volhouden, Sjoeken. Zeg, waarom moet ik nu alles dragen? Mijn rug is kapot van in die koffer. Die zit er. Oh, man. Tja, het minste wat jij kunt doen is voor muilezel spelen, lelijke profiteur. Oh. Vooruit, Ernesto. Breng ons naar de beschaafde wereld. Si, senor. Hier zitten toch geen vieze beesten, hè, Paul? Slangen, spinnen, kikkers, kruipend ongedierte. Maar wees gerust, Doortje. Die beesten hebben meer schrik van ons dan wij van hen. Boa constrictor! Hé, hij is al weg. Papa, flauwe beest. Je gaat toch niet voor elk beestje in de armen van Doortje springen, mijn gedacht? Nou, ik schrok, voorzitter. We verliezen tijd. En avant. Het spin. Gaat het, voorzitter? Zeg je? Neem mij op uw rug, Maurice. Ik wil niet op dat ongedierte trappen. Maar Pascal, ik ook niet. Neem eens een voorbeeld aan Xavier. Die draagt Carmen al de hele tijd. Oh, omdat hij moet. Zeg! Ik had u gewaarschuwd dat ik dit niet lang kon volhouden en zoeken. Nu weer. Oh, Paulientje is verdwenen. Ze speelde daarnet nog met Balthazar. Ja, en meneer Rokken is ook weg. Ga hem zoeken, Xavier. Vlug, Mark. Paulien! Balthazar! Paulientje! Balthazar! Meneer Rokken! Meneer Rokken! Bent baasje. Een doodshoofd! Ah! We zijn bij de koppensnellers. Voilà. Ja. Ze snijden de koppen van hun vijanden af. En doen ze dan krimpen om ze als trofee te bewaren. Oei, oei. Kijk eens. Daar! Daar is Paulien! Paulien! Hier! Stop, kind! Oh, oh. Oei. Ik ben gestruikeld over een beest al achter slapen. Huh? Oh. Wow, wow, wow. Balthazar, wow. Blijf staan. Wow, wow, wow. Zit. Wow, wow. En nu allemaal braaf meekomen of nonkel Xavier maakt zich boos. Mark, waarom hang je daar in die boom? Ik werd aangevallen door een mini-olifant. Dat zal wel een miereneter geweest zijn. Er zijn geen olifanten in Pampanero. Ah, nee? Mijn Paulientje! Mijn Herokke! Kom, mijn boeleke! Goed, we zijn weer volledig op weg. Si, en marcha. Voorzichtig, hè, Maurice. Ja, kijk waar je loopt. Dat ik niet val. Ik zeg altijd... Ik zeg altijd... Pascal, pas op voor laaghangende takken. Tof! Allee, ik bedoel... Oei. Oh, man. Oh, nou, man. Bluefield. Ze willen dat wij hem volgen. Spreekt er iemand van ons, koppensnellers? Oh, kijk, we zijn er al. Een dorp aan een rivier. Misschien willen ze ons helemaal geen kwaad doen. Njom, njom, njom. Al die koppen aan die paal, gemummificeerde hoofden. Njom, njom, njom. Wat kunnen wij voor u doen, copain indien? Toeristie. Astiat, tjat, coupé. Ping, dollar, euro, creditcard, cash. We willen dat we die...
doodshoofden kopen. Ze denken dat wij toeristen zijn. Oh, merci. Zeg. Die viezigheid die willen wij niet, hè. Ik zou daar nog met geen tang aanraken. We zouden misschien beter zwijgen, Carmen. Ja. Non, mais. Qu'est-ce que vous pensez, là? Si vous n'achetez pas à tête courte, vous êtes dans le purée. Ik heb de indruk dat ze ons bedreigen. Dans la marmite. Dans la marmite. En avant. Oeps. Ah, oh. Vous êtes bonjour, les gros, dans la marmite. Maar, jullie gaan mij toch niet opeten, want ik maak er niks. Zelfs niet met curryshaus. Help! Het is heel eenvoudig. Als we los campeones niet terugvinden, stuur ik jullie allemaal naar de zoutmijnen van Sales de Baño. Comprende? Sí, kolonel. Dime. Daar. Waar? Daar. Er is heel wat beroering in het dorp van de Indianen. Wauw. Helikopters. We zijn gered. Man. Zo, Gatano. Oké, zie. Zetten jullie weer eens toeristen onder druk, opdat ze jullie souvenirs zouden kopen? Ja zeg, het is maar een spelletje, hè, kolonel. Ja, maar dat weten die mensen niet, Gatano. Oh, gelukkig. Ja, er bestaan geen kopensnellers meer. Die kopjes zijn van namaak, plastic. Plastic. Amigos, wat ben ik blij dat jullie onze hoofdstad hebben bereikt. Het was een reis met hindernissen, hè, copain. Morgen spelen jullie de match tegen onze nationale ploeg. En daarna dan geef ik een groot banket ter jullie ere. Met nog een bijzondere verrassing. Oh, maar ik heb niks om aan te doen. Geen nood, Donna Carmen. Oh. Daar past mijn mouw aan. Ja, echt? Oh, merci. We waren hier bijna niet geraakt, hè? Door de schuld van die brokkenpilootkop, hè? We sturen hem voor een ontwenningskuur van onbeperkte duur naar de zoutmijnen van Sales de Baño. Oh. Voer hem weg! Oh, no! Genade! Niet naar Sales de Baño! Oh, no! Ah. Vrienden, laten we om dit alles te vergeten een glas drinken. Wat kan ik jullie aanbieden? Ah, eindelijk! Voor mij dos cervezas, por favor. Begint die match tussen onze nationale ploeg en FC Los Campeones, beste kijkers. Viva, viva el presidente! Viva, viva! Hola, zo net is president Lumbago aangekomen in die tribune. Hij wordt door het publiek spontaan toegejuicht. Yeehaw! Juichen, Roberto, of ze sturen ons naar Sales de Baño. Begrepen, compañeros. De kampioenen moeten winnen. De president staat erop. Wie niet daarmee werkt, wordt verbannen naar de zoutmijnen van Sales de Baño. Oh, nee. Niet naar Sales de Baño. Ai. Oei, 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 oei. Horen jullie die typische kreten? Er zal heel wat sfeer zijn. Daar zorgen de Pampaneronese wel voor. Er zijn voor ons hier plaatsen gereserveerd op de eretribune, hè. Allee, weg! Oh, kijk. Het is papa die de aftrap geeft, Paulien. Papa! Ja, ons asperge. Andale, andale! Vamos! Ah,
wel. Pottenstompers, ja. Wees blij dat je mocht blijven, Fernand. We hadden u naar de zoutmijnen kunnen laten sturen. Man, man, man. Ja, goed zo, Mark. Houd de bal aan de voet. Oké. Oei, wacht eens. In welk doel staat de Savieri ook alweer? Kijken, de bal! Stop. Jullie keeper staat ginds. En die van ons staat daar. Zal ik u even op weg helpen, compañero? Oh, tof. Hier langs. Huh? Compadre, compadre, volg mij. Daar, dat is onze doel, compadre. Ah ja. Bedankt, amigo. Vertongen is weer niet te stoppen, luisteraars. En, hop. Ja. Schitterend. Bravo, Vertongen. Die keeper heeft de bal expres binnengelaten. Dat ziet toch het kleinste kind. Jij kent niks van voetbal, Kostermans. Kijk, Mark heeft weer de bal. Ik zeg altijd, als hij zo doorgaat, winnen we nog. Man, 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 pottenstampers, hooligans. Niet te pikken, nee. We maken ons belachelijk voor het hele land. Ik ga in de aanvallen. Doe niet zo dwaas, Hernandez. Laat me tenminste één doelpunt maken. Anders komt het er niet echt over. Ai, 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 ai. Xavier, met de bal. Ja, maar die komt zo plots. En vanaf in de wending, beste kijkers. Die scheidsrechter koort het doelpunt af en geeft een rode kaart. Een rode kaart betekent dat Hernandez meteen het veld moet verlaten. Oh. Amai, ze lachen hier niet met overtredingen, Paul. Hij wordt weggevoerd door de militaire politie. Ja, ja. Oh, oké, okay. De match herneemt. Oh, een van onze spelers neemt het initiatief, maar hij loopt op eigen doel af. Hij scoort. Oh, dat is on-goal. Dat is on-goal. Dat is doelpunt voor de kampioenen. Dat Silva. Wat bezielt dat Silva toch? Het lijkt wel om onze spelers er alles aan doen om die kampioenen te laten winnen. Wat? Worden wij van Athene gehaald? Waar moet ik naartoe? Naar Sales de Baño. Hombre! Hombre, no! Hombre! Vrienden, amigos. Jullie hebben een klinkende overwinning behaald. Uw ploeg was niet slecht, hè, maar ze moet meer trainen, hè, Copain? Ah, ja. Ik hef het glas op jullie triomf. Jullie zijn vanavond mijn eregasten. Laat het smaken. Leven de kampioenen! Leven de president! Viva Pampanero! Amai. Worst op ons bord. Zoeken. Zend en dat op een presidentieel banket. Oh, ja, ik hoop dat het naar iets maakt, hè. Oh. Een beetje beleefd, hè, Carmen. Ja. Het is misschien een pampanere... Huh? Een pampere... een specialiteit van Pampanero. Oh ja, allee. Die worsten zijn buitengewoon lekker, Ludo. En ik ken er iets van, hè. Mm-hmm. Zelden zo'n lekkere worst gegeten. Ah. Ik wou het nog even geheim houden, maar... Vrienden, wat jullie net hebben gegeten is de nieuwe Boma-worst. Huh? Made in Pampanero. Wow. Ja, Ludo. Ik weet het, beste Balthazar. Ik loop een beetje vooruit op de feiten. Maar ik ben zo enthousiast over ons gezamenlijk project dat ik alvast de productie van de Boma-worst in gang heb gezet. Niet aarzelen, voorzitter. Deze worst wordt een succes. Ik zeg altijd, eindelijk een lekkere Boma-worst. Het werd tijd. Kom mee, Copain. Ik heb de contracten hiernaast liggen. Ja. Kom, voorzitter. Ludo, Ludo, Ludo. De voorwaarden zijn uiterst voordelig voor jou. Je zult je winst vertienvoudigen. En er is nog meer goed nieuws. Ludolof, mijn liefdadigheidsorganisatie die gratis worst uitdeelt aan de armen in West-Europa, zal ruim de helft van de productie afnemen. Huh? Zijn er? Wij gedacht? Kijk,
De groene pakketten zijn voor mijn stichting bestemd, de gele voor de gewone verkoop. Ik hoop dat je akkoord kunt gaan met de contractuele voorwaarden. Kapij, dit is een droom, een sprookje, echt. Ik teken dat contract met mijn twee handen. En op de terugvlucht neem je al een eerste lading mee. Je zult het je niet beklagen, Balthazar. Proficiat, voorzitter. Wat een fantastisch avontuur. De heenvlucht was ellendig, maar daarna zijn er alleen maar positieve dingen gebeurd. En we keren terug met het persoonlijk vliegtuig van de president. Onze voorzitter rijft het contract van de eeuw binnen. Ik heb het al 10 keer herlezen. Het is waterdicht. Geen kleine lettertjes. En ik sta voortaan een percentje van mijn winst af aan de kampioenen. Ik heb pijn. Ja! Je hebt het verdiend. En als we thuis zijn, tournee generaal, voorzitter. Bijgedacht. Mama. De diepgevroren worsten in de buik van het vliegtuig moeten wel nog door de douane, maar dat zal geen probleem zijn. Tuurlijk niet. Meneer Boma. Oei. Douane. Komt u even mee? Een paar handtekeningen zetten en we kunnen naar huis, mannen. Ah. Daar zou ik niet op rekenen, meneer. Pardon? Bekent u dat u de worsten die zich aan boord van het presidentiële vliegtuig bevinden gekregen hebt van president Lumbago? Maar natuurlijk, kapitein. Hij is een van mijn beste vrienden. Sla hem in de boeien. Hallo. Mogen we misschien weten wat er aan de hand is? Onze drugshonden hebben ontdekt dat de worsten in de groene verpakkingen gevuld zijn met cocaïne. Uw beste vriend is een ordinaire Zuid-Amerikaanse drugsbaron. Kapitein, ik ben onschuldig. Dat zal dan wel blijken. Ja, maar... Voorlopig bieden we gratis overnachting aan. In de gevangenis. Mannekes, het is gedaan. Afgelopen. Allee. Nooit ga ik nog op reis met Boma. Maar Carmen, dit keer kon Boma er echt niks aan doen. Zeg, en waar gaat de gulle naartoe? We gaan de voorzitter halen. Vandaag komt hij vrij. Ah, ja. Het laatste nieuws is dat president Lumbago opgepakt is in Pampanero. Hij wou naar het buitenland vluchten. Allee. Ja. Ah, de voorzitter staat al bij de gevangenispoort te wachten. Ah, kopijs. Wat ben ik blij u terug te zien. Oh, het was een vreselijke ervaring. Ik, Balthazar Boma, in prison. Het is voorbij, voorzitter. Kom, we gaan naar huis. En die Ludo Lumbago zal zijn straf niet ontlopen. Wees maar gerust. By the way... Ik moest u allemaal de groeten doen van DDT. Allee. Ah. En nog een binnengekomen bericht. Ex-president Lumbago is door de rechtbank van Pampanero City verbannen naar de zoutmijnen van Sales de Banjo. En dan nu het weerbericht. Hombre, hombre, hombre. Man. Misere.